Schaakvrienden en schaakvriendinnen, hartelijk welkom. Offeren, dat is het onderwerp van vandaag. En offers zijn zo oud als de mensheid. En je hebt de grote dramatische offers. Je hebt de offers you cannot refuse. En je hebt schaakoffers. En dat is het onderwerp van vandaag. En een offer in de schaaksport breng je altijd als compensatie die je dan krijgt. Voor bijvoorbeeld betere kansen op aanval, betere kansen op een sluitende verdediging, soms zelfs een open lijn of de controle over één veldje. Dat kan allemaal. Offeren is mooi en het verheft de schaaksport boven al die andere sporten en spellen waarbij de beslissing valt door puur getalsmatige criteria. En dat komt door het matbeeld. Het mat gooit alle materiële beoordelingen omver. Dan hebben we in de laatste weken het thema doorbraak besproken. En daar gaan we voorbeelden van dat de ene partij bijna al zijn materiaal offerde om een doorgang te forceren. Nou, vandaag de finale doorbraak. En dat doen we middels een studie van grootmeester en componist, studiecomponist Jan Timman. Hallo Jan. Hi Hans, hi. Hoi, hoi, hoi. Heb jij je prik al gehad? Oh ja, ja. Over een week krijg ik een tweede prik. Oh mooi, ik ben blij dat daar ook eens een keer een doorbraak in is, hè? Ja, zeker, ja. En Geertje die krijgt ook zeer spoedig haar eerste prik. Oh, nou heel mooi. Nou, over doorbraken gesproken, Jan, heb ik een bruggetje. Oh, ja. Ja. Heb een bruggetje nou, hè? Dat is, je hebt een studie gemaakt over doorbraken, hè? Dit is ook een doorbraak, ja. Ja, 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 ja. Nou, dat bedoel ik. Ik heb de stelling hier ook voor me. Ja. En een boeiende stelling. En het eerste waar je naar kijkt is natuurlijk die pion op H5. Die wil je graag laten promoveren. Dat is juist, ja. Zeker. Dus, het eerste waar ik naar keek, dat is iets op D2 zetten om natuurlijk door te lopen. Dus koning D2. Ja. Ja, dat is koning D2, dat is om die doorbraak dan, want anders kan zwart dus zelf D2 doen en dan heb je die open diagonaal voor de loper en dan wordt die H-pion tegengehouden. Ja, dus je wil iets op D2 zetten, ja. Ja, maar goed, koning D2 is niet goed vanwege C4. Ja, en dan H6? Nee, hier speel je koning B2, ja, dit is niet goed voor mij. Ja, koning B2 en dan C3 en zo. Ja, dat kan dus niet, nee, dat kan je niet doen. Nee, je dus moet erg oppassen. Het is te langzaam, koning D2. Ja, en hetzelfde geldt eigenlijk voor iets als paard F3. En dan paard F3, D2 is allemaal te langzaam, hè? Ja, want zwart heeft ook nog die G-pion, dat ben je niet, nee. Nee, dus dan dringt zich eigenlijk de mooie kunstzinnige zet paard C2 op. Ja, dat is dus een interessant paardoffer. En de bedoeling is daarvan om die hele actie van zwart op de lange diagonaal B1 H7 te verstoren. Ja, nou het is logisch dat je niet met je pion moet slaan, want er staat alles helemaal geblokkeerd. Als je met je pion slaat, loopt de witte H-pion gewoon ongestoord door. Ja, dus dat kan niet. Dus je moet met je loper slaan. Dus je moet met je loper slaan? Ja, loop maar C2. En nu heb je dus een vrij moment, want zwart kan nog geen diagonaal nog niet openen. Je kan dus gerust H6 spelen. Ja. Want als je D2 doet, dan sla je natuurlijk niet je pion, maar dan sla je de loper. Ja, tuurlijk. Inderdaad, H6 is juist, dat is inderdaad wat je noemt de try, want dan win je niet. Hé, hey, wacht nou, dat willen we eerst graag zien, Jan. Paard C2, ja. Lopen maar C2, H6, lopen B1. Ja, dat H6 is niet, ja. Koning nou, D2. H6 kan nu niet blokkeren, koning D2, ja. Maar zwart komt nu met C4. H7. En dan heeft hij zelf ook een doorbraak met C3. Ja, precies. Dan moet je slaan. En dan weer D2. D2. H8 dame. En zwart haalt ook dame. Je hebt geen koning B3. Ja. Juist. Nou, dan gaan we terug. Wacht even. We gaan terug tot... We gaan terug naar het tweede set. Je speelt paard C2 schaak. Ja. Lopen maar C2. En nu speel je dus geen H6. Maar nu komt de doorbraak. Ja. D6. Moet slaan. Moet slaan, ja zeker.
Beetje mysterieus. En nu B6? Nu de tweede doorbraak. De eerste doorbraak was om veld B6 te krijgen. Nu de tweede doorbraak is om de A-lijn te openen. Ja, ja. Dus een tweede doorbraak, A-maal B6, moet. Ja, anders... precies. En nu? Ja. H6. Nu H6, loper B1. Koning D2. Koning D2. C4, H7. Dat tegenspel. Ja. H7. Maar nu? C3 schaak. Heb je die? Koningmaal C3. Koningmaal. D2. D2. Nou ja, je ziet nu is die diagonaal open. Nu moet je dame halen. Ja, dame, dame. Dame, dame. En nou gaan we nu... kijken. Juist. Nu blijkt dat je die doorbraak, die twee doorbraken eigenlijk, die hebben ertoe geleid dat de A-lijn open is. En hier heb je gewoon geforceerd mat. Oh ja, mat op C3. Mat op C3, ja. Juist. Je begint dus met koning B4. Ja, ja. Koning, nou, die koning A2. A2. Dame en nu A8. Blijkt het nut van die twee doorbraken. Dame A8. Ja. Koning B2. Dame A3. Ja. Koning C2. En mat, dat noemen en ze... een. Ja, mooi. Mooi mat ook, ja. Ja, dus ja, echt een ideaal mat, ja. Ja. Leuk, joh. Leuk, hè? Ja. Dus je moest twee keer een heel ander type doorbraak dan de gebruikelijke doorbraak, maar ook een doorbraak natuurlijk. Het is een doorbraak en het heeft een heel specifiek doel. En het is, eerst heb je een paardoffer en dan twee pionoffers en allebei doorbraken om dat de ene te verwezenlijken, dat matbeeld. Ja. En het is heel anders dus dan, laten we zeggen, die doorbraak van Harald van der Heijden, die beroemde doorbraak, waarbij je de koning eerst helemaal naar onderen brengt. Dit heeft een heel ander soort inleiding. En ja. Een ander soort doel. Ja, nou, ook mooi. Het zijn pionoffers eigenlijk. Het zijn pionoffers, ja, ja, inderdaad. Ja. Maar dat is bij een doorbraak altijd zo natuurlijk. Je offert ja, om... Je kan moeilijk je voorstellen dat een stuk een doorbraak is. Een doorbraak geldt alleen voor pion eigenlijk, ja. Nou, mooi. Een heel mooi thema. Wat inspireert jou voor een volgend thema? Je zei de vorige keer minorpromotie. Is dat iets wat je speciale een soort voorliefde heeft of niet? Ja, er zijn natuurlijk allerlei thema's mogelijk. Kijk, het thema van deze studie was natuurlijk ook gewoon een matbeeld, hè? Ja. Zoiets is ook aardig. Of je kan, ja, eigenlijk heb je daar een heel brede keuze in eigenlijk. Ja, maar ik bedoel, we kunnen alles... ik vind het wel leuk om het ritme erin te houden. Maar wat minopromoties is wel leuk, hoor, trouwens, minopromoties. Maar je moet er maar eens even over nadenken wat je wil. Dan zien we wel een beetje hoe dat werkt. En gewoon aan het eind komen we weer bij jou voor een super mini... Toren en loper zijn over het algemeen hebben met pad te maken, hè? Ja. Want toren en loper die doen niet meer dan een dame. Maar juist dus de beperking, de winst zit hem in de beperking. Juist, en dat kan pad zijn voor jezelf, zelfpad, of tegenstanderpad. Maar de paardpromotie is wezenlijk anders, omdat de paard dus een andere functie ook nog heeft dan de dame. Goed. Ja, heel goed. Nou Jan, nog even iets over dat, er is nou wordt dus een toernooi gestart, naar aanleiding van jouw 70ste verjaardag, waarbij jij de enige jurylid bent. Dus misschien kun je de mensen wat inspireren, wat oproepen. Waar denk je zo aan studies? Ja, het is een vrij thema, hè? Iedereen mag doen wat hij wil. Dus die minopromoties zijn welkom, wederzijdse zetwang is welkom. Doorbraken zijn welkom, alles is goed. Ja, ja. En ook dit soort interessante matbeelden ben ik ook altijd wel voor te porren. Ja. En ik kijk je puur naar het hoge niveau, of de moeilijkheidsgraad, of het kunstzinnige aspect. Ja, kijk, er zijn, laten we zeggen, ik heb er laatst ook een stuk over geschreven van New in Chess. Je hebt natuurlijk allerlei maatstaven, hè? En laten we zeggen, die pure eindspelcomponisten, die leggen andere maatstaven aan dan gewoon de praktische speler. Wij vinden andere dingen mooi. Zij vinden bepaalde thema's belangrijk, dat die goed uitgewerkt zijn. Terwijl wij dan gewoon soms onze schouders ophalen. En dat hebben we ook gemerkt 5 jaar geleden, hè, met mijn vorige studietoernooi. Ja. Dat wij gewoon een andere mening hadden dan de andere experts, zou ik maar zeggen.
Ja. Maar ja, het is voor mij een hele opgave om dat te doen, maar ik vind het leuk. Ik heb trouwens vandaag net kreeg ik bericht binnen dat ik met een toren-eindspel eerste prijs heb gewonnen in het Kalandatse Memorial. Oh, mooi. Mooi. In Georgië. Ja, misschien dat hij ook nog eens... Het is ook een soort doorbraak, maar het is niet echt een doorbraak. Maar het is een toren-eindspel. Oké, als je hem mij stuurt, dan geef ik hem op. En dan moeten de mensen maar een tijdje gaan oefenen en kijken of ze hem zelf kunnen oplossen. En dan komen we nog wel een keer op terug. Dan moet je hem even sturen. Goed, ja, is oké. Zal ik doen, ja. Oké, Jan, leuk. Het beste goed. Met je tweede prik. Oké, goed. Dag Hans. Oké, see you. Hoi. Hallo Harry en Rut. Vandaag is het onderwerp mat. Dat is om de koning aan te vallen op een manier dat hij niet meer kan ontsnappen. En zo gaan we in deze les dieper in op het fenomeen mat. Laten mooie voorbeelden zien. Rut en Harry krijgen wat opgaves. Precies allemaal zoals het hoort. Ben u zelf geïnteresseerd? Kijk dan vanaf aanstaande woensdag vanaf 12 uur op Chessity. En trouwens ook op dit kanaal, Mr. Chess presenteert. Want dan gaan we dus de schaakles doen over mat. Hallo Hans. Nou, het zal je niet verbazen dat mijn vraag is. Wat heb je deze week voor leuke kunstzinnige zaken in de schaaksport? Nou, misschien niet echt kunstzinnig, maar wel veel knutselplezier. Van mijn kant om het te maken en daarna om te gebruiken. En dat zijn stempelsetjes, schaakstempels. Schaakstempelsetjes? Ja, dat was ik nog niet eerder tegengekomen. Dus ik dacht, dan moet ik maar eens gaan maken dan. Ja, ja. Oh, aangezien ik een 3D-printer heb, doe ik alles bijna met die 3D-printer. Ja, ja. Dus, dit is een doosje met schaakstukken. Ja. Ja, losse stukken. Ik zie ze allemaal, ja. Losse stukken. En het systeem is... Die heb ik niet geprint. Dat is gewoon een houten stuk. Een soort handvat, ja. Ja. Daar zit een speciaal laagje op. Ja. Dat is een plakkend laagje wat ook gewoon weer... Die loslaat, zeg maar. Ja, steeds... Post-it. Maar dan stamp it, ja. Stamp it. Ja. Ja. Oh, sorry, dat liet ik even niet zien, maar daar plak je een schaakstuk op. Ja. Nou, dan... In de ink. Kan ik nu even niet zo moeilijk laten, of niet zo makkelijk laten zien. Ja. Ja. Ja, dat is geweldig. En dat heb je dus met alles, neem ik aan, met alle stukken? Ja, met alle stukken. Dit is even een andere. Nee, ik begrijp het principe. En een ander stuk. Ja, ander kleurtje, ander stuk. Ander kleurtje. En uiteraard zou je ook een stelling kunnen maken op een bord. Ja, natuurlijk. In vroeger tijden ging het ook zo, hè? met een stencilmachine. En dan moest je al die stellingen zo erop drukken. Dat was een enorm kawaii. En dan met een stencil. Zo werden vroeger de bulletins gemaakt van de schaaktoernooien. En dan praat ik wel over de 60e jaren. Ja. Heel lang geleden. Perry Withuis en Jenny Withuis en zo. Toen die nog in de persdienst zaten van al die schaaktoernooien. Ja, dat was een goede oude tijd, zeg maar. Maar wel verschrikkelijk... werk verschaffend. Je bent wel erg behoorlijk bezig. Maar goed, maar het is ook leuk voor een stempeltje op een envelop of zoiets te drukken. Of ook weer in een stappenboekje in plaats van een krul. Ja. Nou, heel leuk. En gewoon ook voor kinderen om mee te spelen. Ja, ja, het zijn toch mooie schaakfiguurtjes. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Nou, leuk. Maar is dit het? Dit is het. Dit is het. Dit is... Klein maar fijn. Ja, klein maar fijn. Zo kun je het omschrijven. Ja, nou, heel erg leuk. Nou, leuk. En zo hoeft niet altijd heel lang te zijn, hoor. Maar Greet, is ook prima dit. Nou, ben benieuwd wat je volgende week weer hebt dan. Dat is goed. Leuk. Mooi. Ja. Doei. Oké. Okay. Nou.
Zo, we zijn bijna bij het einde. We hebben weer wat enkele huishoudelijke mededelingen. Om te beginnen, dat prachtige boek over het paard is dankzij de Random Number Generator die Danny erop losgelaten heeft. Die komt toe aan Joshua van Duren. Nou, hartelijk gefeliciteerd Joshua. Laat even je adresgegevens achter op mijn website en dan krijg je het keurig netjes opgestuurd. Net zoals alle andere boeken die we weggeven. Dus dat is oké. Voor de volgende keer wil ik in de verloting gooien het boek De Loper. Dat is geschreven in 2013 en het mooie was, ten tijde van het schrijven van dit boek kwam er ineens een mededeling in de krant, in het nieuws. Ze haalden echt het grote nieuws, CNN, ANP en noem het allemaal op, Reuters. En dat was een opgraving in de Turkse plaats Siirt. En daarin werd het oudste bordspel ooit opgegraven. En dan kunnen ze via kobalt kunnen ze kijken hoe oud dat is. Het was natuurlijk niet helemaal het schaakspel zoals wij dat spelen. Maar een bord en verschillende figuurtjes konden ze opgraven. Piramides, dieren, honden en zo. Het leek een beetje op schaken, zeiden de onderzoekers, maar ze wisten het niet precies. 2013, zoek het maar op. Siirt, oudste spel, bordspel. Als je dat opzoekt via Google, dan kom je er vanzelf op. En dat was in tijden van De Loper 2013. Dat boek over De Loper, die ooit als olifant begon op het bord. Mooi allemaal, hè, die geschiedenis. Verdedigende aanvallende krachten van De Loper en de hele geschiedenis van dat hele bijzondere stuk in dit boek gaan we ook verloten. En ik kan wel vertellen, we zijn nu bij Mr. Chess nummer 18. Bij nummer 20, jubileum, dan wil ik toch een beetje een verandering gaan maken. Want het is veel werk en het zonnetje schijnt, komt er weer aan. Ik heb 2 injecties gehad, dus alles begint langzamerhand weer te lachen en te stralen. Dus we gaan weer terrasjes opzoeken. Ik ga het een klein beetje anders aanpakken met Mr. Chess presenteert. We blijven doorgaan, daar niet van. Maar we gaan het toch wat anders aanpakken dan, wat makkelijker. Dus ben u geïnteresseerd in de boeken, wees er snel bij. En laat het gelijk even weten via het koninkje hier. Subscribe en like het liefst. Maar dat hoeft niet natuurlijk, maar dat kan. Maar subscribe en laat weten of je geïnteresseerd bent in dit keer in het boek De Loper. Nou, ben je geïnteresseerd in de schakelles over mat? Dat is vanaf aanstaande woensdag 12 uur. En wij zijn er dan weer volgende week zondag vanaf 5 uur. Dat was het weer vandaag. Tot de volgende keer.